Ik heb altijd een beetje de ambitie gehad om iets te veranderen in de wereld. Om de wereld op een bepaalde manier beter te maken. En als je dan kijkt dat we met zo'n grote problemen van watertekort en plastic afval zitten, dan vind ik het heel fijn als ik toch een klein steentje zou kunnen bijdragen aan de oplossing van die problemen. En dat allemaal met een thesis. Amai. Ja. Ik ben Jan Fokkede, ik heb chemical engineering gestudeerd en ben afgestudeerd in 2015. Met mijn thesis van mijn laatste jaar heb ik de Agoriaprijs gewonnen. Mijn thesis ging eigenlijk over het aanpakken van twee wereldproblemen. Plastic afval en watertekort. Dat zijn twee problemen die iedereen wel kent. En met mijn thesis heb ik eigenlijk plastic afval gebruikt om daarmee membranen te maken die je kan gebruiken voor waterzuivering. In mijn tweede bachelor hebben we een project gedaan met verschillende studenten, waarbij dat we de opdracht kregen van ja, zoek nu eens uit of je met plastic afval zo van die membranen kan maken. We hebben toen een kort technisch project gedaan en dat had eigenlijk veelbelovende resultaten. Dan heb ik een aantal studenten rond mij verzameld, ook economiestudenten. En heb ik gezegd van kijk, we gaan hier proberen een businessplan rond te bouwen. En dat was eigenlijk heel succesvol. We kregen heel veel heel goede respons daarop, heel positief. Dat idee heeft zoveel potentieel, ook economisch. Dus hier moeten we echt nog wel verder aan werken om dat technisch waar te maken. En zo heb ik dan mijn thesis gestart en zo zijn we dan aan begonnen. Membranen kan je maken uit verschillende soorten plastic afval. Dit is bijvoorbeeld de membraan die we gemaakt hebben uit Lego. En het coole aan deze membranen is dat ze heel kleine poriën hebben. Het lijkt een beetje op een koffiefilter. De koffie kan door de poriën lopen terwijl het gruis wordt tegengehouden. Hetzelfde gebeurt hier, alleen zijn de poriën in zo'n membraan veel kleiner dan de gaatjes in een koffiefilter. Meer dan 1000 keer kleiner dan de dikte van een menselijk haar. En dat laat ons toe om bijvoorbeeld bacteriën of virussen uit water te kunnen zuiveren. Een jaar geleden zat ik in de zaal waar de Agoriaprijs ging uitgereikt worden. En ook al wist ik dat ik op de shortlist zat van de laatste 5, was het natuurlijk fantastisch om mijn naam afgeroepen te horen te worden. En dat ik dan naar voren mocht komen op het podium om die Agoriaprijs in ontvangst te nemen. Dat is natuurlijk een heel cool moment voor mezelf. Het grote voordeel van het winnen van de Agoriaprijs is dat ik naar de Vlerick Business School mag gaan om daar een training te volgen over hoe dat ik best dit idee in de praktijk kan omzetten op businessvlak. En met die extra ervaring kan ik dan hopelijk in de toekomst wel deze start-up starten en die bedrijven succesvol commercialiseren.